Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zaterdag 30 november van Weerplaza. Een noordwestelijke stroming voert onstabiele lucht aan. Daardoor zijn in de kustprovincies vanochtend een paar buitjes mogelijk. Verder landinwaarts is het droog, komt plaatselijk mis voor. Maar schijnt de zon ook geregeld bij een temperatuur van 2 of 3 graden. Vanmiddag is het overal droog met geregeld zonneschijn. Het wordt 6 graden in het oosten tot 8 in het noordwesten van het land en de wind houdt het de hele dag rustig. Vanavond kan er tijdens brede opklaringen plaatselijk mist ontstaan en het wordt snel koud, temperatuur dicht bij het vriespunt in de avonduren en vannacht gaat het op veel plaatsen licht vriezen. Morgen ziet het er anders uit, in het zuiden zijn veel wolken aanwezig, plaatselijk is in de ochtenduren mist mogelijk. De mist die lost moeizaam op, met veel bewolking en mist wordt het hooguit 3 graden, komt de zon erbij wordt het 7 graden. Maandag kan er een enkele bui vallen in de kuststreken verder landinwaarts is het droog en wordt het opnieuw een graad of 8 net zoals vandaag. Dinsdag en woensdag wordt het hooguit 6 of 7 graden, maar er staat weinig wind. Mijn naam is Diana Vooi van weerplaza.